We hebben hier een dakraam waarvan je in ieder geval al gelijk ziet dat de beglazing lek is. Dus die moet in ieder geval de beglazing worden vervangen. Hoe zie je dat die lek is? Aan de doorslag hier. Je ziet er dus de hele waas eroverheen zitten. En meestal vegen we dan even van binnen en van buiten. En dan zie je dat niks verandert. Dus deze beglazing is dus lek. Nou, mooi kunnen we hier vandaan nogmaals het pannendak en de goten bekijken. Eventueel schoorsteentje. Nou, de schoorsteen die ik zie, die is van de buren. En we zien hier een mooie zalinggoot van zink hier tussen hangen. De loodstrookjes die eronder zitten. Op zich allemaal prima. Ziet er goed uit. Het dak van de buren is beroerde. Daar hangen alle pannen van in de goot ook ongeveer. Maar goed, dat heeft met deze woning niet veel te maken. Ik schiet even wat fotootjes van de dakpannen. Klein beetje aanslag met mos. Maar voor de rest zijn er geen rariteiten te melden. Innenwoning, kijken wat zijn er voor wanden. Nou, we zien hier voorzetwandjes, we zien een stukje van de kapconstructie. Op zich prima. Radiatoren. Of ze wel of niet goed gemonteerd zijn, vasthangen of het functioneert. In principe zijn hier geen bijzonderheden te melden. Zachtgeboord plafond zien we zitten. Op zich prima. Dat kan goed functioneren. Tegenwoordig zouden ze dat niet meer toepassen, maar gerelateerd aan het bouwjaar is dat geen enkel probleem.